Hij is nog niet klaar. Hij begint een beetje in de sfeer te komen. Deze vogel. Nou, dat is eigenlijk, moet je dat meer als een vlek zien. Dan moet ik nog even mijn creatieve geest op loslaten om hem die gestalte te geven die men ook graag wil zien bij zo'n beest. Maar het sfeertje komt er al lekker in. De golven, die doen al wat. Dit gaat wel wat leuks worden, denk ik. Arie de Wild is een jaar geleden begonnen met schilderen. Zomaar, zonder kunstacademie of cursus. Ik heb jarenlang als rolstoelbuschauffeur gewerkt. En dan gebeurde het nog eens regelmatig dat ik moest wachten op mijn cliënten. Die hadden een behandeling nodig in een ziekenhuis. Dan moest ik een half uurtje wachten, drie kwartier wachten. En op een gegeven moment heb ik een spits, een metro gepakt. En met een potloodje ben ik gewoon aan het tekenen gegaan. Op de achterkant van de Ritterstraat. Het is een talent. Ja, dat is absoluut een talent. En ik heb nooit geweten dat ik het in mijn vingertjes had eigenlijk. Inmiddels heeft Arie al een stuk of 20 schilderijen gemaakt. De kritieken zijn lovend. Twee van zijn werken waren te zien op de Luxury Masters, de vroegere Miljonairs Fair in de Rij in Amsterdam. En één daarvan is verkocht, eigenlijk het eerste schilderij wat van mij verkocht is, voor een bedrag van €900. Dan mag je niet mopperen, denk ik. Slechts 20 kunstwerken kregen een plekje in de Rij. Arie kan dus wel wat. Men roemt mij met name vanwege het kleurgebruik. Dus ik denk dat dat een hele sterke factor geweest is voor de jury om daar dus inderdaad twee van mijn werken voor te kiezen. Zijn olieverfschilderij van koningin Beatrix was ingezonden voor de tentoonstelling Beeld van Beatrix in Paleis het Loo. Dat is die dan de versie van ome Arie zogezegd. Dat was toch eigenlijk een heel kenmerkende houding. En ook de mantel die komt veel mensen heel bekend voor, denk ik. Heb ik toch mijn eigen draai aangegeven. Een beetje die vlek als achtergrondverlichting. Ik heb ooit een beetje het idee van Rembrandt heeft daar wel eens wat mee gedaan. Ik moet daar ook iets mee gaan proberen. Het schilderij is niet te zien op de expositie, want van de 2000 inzendingen konden maar 65 worden opgehangen. Maar het blijft knap, want Beatrix heeft niet geposeerd. Nee, zover heb ik het nog niet geschopt. Maar ja, zeg nooit in je leven. Wie weet wat er ooit nog te gebeuren staat. Ik zou het wel een eer vinden, dat moet ik eerlijk zeggen. De kans is groot dat hij ons over een paar maanden allemaal wat werk kan laten zien in een expositieruimte aan de Voorstraat. Hij is in gesprek. Portretten ben ik wel van gecharmeerd. Ik zou wat meer met figuur willen doen. Ik heb toch het idee dat ik nog wat opleiding moet hebben op dat gebeuren. Omdat er toch nog wat dingen zijn. Die technieken heb ik nooit geleerd natuurlijk. Er is nog genoeg te doen en te schilderen. Ik heb mijn gedachten nog over een kerkinterieur om dat op doek te zetten. Een heel mooi stilleven. Ja, ik wil eigenlijk alles nog proberen.